5 miljoen ton huishoudelijk afval wordt in Nederland jaarlijks aan de stoeprand gezet. Een hoeveelheid die in het jaar 2010 met 65% moet worden verminderd, willen we niet omkomen in ons eigen vuil. De scheiding tussen nutteloos en bruikbaar afval wordt in veel Nederlandse gemeenten al gemaakt. Ook hier, op de stortplaats van Onkelo, wordt papier gescheiden van glas, etensresten van batterijen en bankstellen van ijskasten. Maar er is meer. Sinds kort kunnen hier namelijk ook afgebrande lucifers worden ingeleverd. En die mogelijkheid wordt geboden nu bekend is geworden dat de verkoolde koppen van afgebrande lucifers een ontoelaatbare hoeveelheid van het zeer giftige zwaveltrichloride bevatten. De verkoolde koppen worden hier verzameld en getransporteerd naar Duitsland, waar ze worden opgeslagen in de zoutkoepels van Aschenbach. Maar er is nog meer. In veel gemeenten is de zogenaamde chemokar voor het ophalen van klein chemisch afval een vertrouwde verschijning in het straatbeeld geworden. Sinds 2 weken rijdt in Onkelo, en dat is een primeur voor Nederland, de zogenaamde doppenkar. Een vraag aan de beheerder, de heer De Noord. Meneer De Noord, wat is een doppenkar? De doppenkar is het nieuwste wapen in de strijd tegen het milieu. Meneer Van Berkel, wij komen met de doppenkar. De tweede en de vierde maandag van de maand hier op het Vergalenplein, dat men zijn doppen hier kwijt kan. Behalve wanneer de eerste dag van de maand op een maandag zelf valt, dan komen we op de eerste en de derde maandag van de maand. Voorlopig een proefperiode van 1,5 jaar, een startsubsidie van 1,5 ton. Waarom doen wij dat op de maandag? Omdat wij geconstateerd hebben dat juist in het weekend er een ongelofelijke, enorme doppenpiek is. Omdat de mensen dan frisdranken drinken en bier. En al die doppen verdwenen dan in het milieu. Werden gewoon weggegooid of in de vuilniszakken. Nou, wij gezegd hebben wij de doppenkar. Geef daar allemaal je doppen. Ik kan u wel even laten zien. Kijk, dit is dan de oogst van 1 maandochtend. Even gauw eruit. Kijk, normaal met die oude kroonkurken was het niet zo gevaarlijk. Metaal kon gerecycled. En de kurk is natuurlijk materiaal. Maar hier zit tegenwoordig zo'n plastic plaatje onderin. Dus ik zal het verhaal niet te technisch maken, maar starofliebicine. En dat is enorm agressief naar het milieu toe door de PVC's die erin zitten. Dat is heel gevaarlijk. Dan zal u zeggen, ach ja, een paar van die doppen. Ik zeg altijd maar, vele kleintjes maken 1 grote. En de uitstoot van 20.000 tot 30.000 doppen in het weekende is gelijk dus aan de CFK's en 28 koelkasten. Dus dat is niet niks. En daarom zeggen wij, de doppenkar is een nieuwe wapen in de strijd tegen een schoner milieu. En we zeggen dus, kijk uit je doppen tegen de mensen. Dus dat ze hier komen met de doppen, kijk uit voor je doppen. Dus kijk uit met de doppen. Eigenlijk die dubbele betekenis.